Dag kijkers, van harte welkom bij de Notaris. Vandaag hebben we het over de verkoop op lijfrente. Voor sommige mensen kan het een oplossing zijn om hun pensioen wat aan te vullen. Maar wat is verkoop op lijfrente nu precies? Ik vraag het graag aan notaris Mark Sobrie. Welkom. Wat betekent dat, verkoop op lijfrente? Een verkoop op lijfrente is eigenlijk een verkoop zoals een andere. Met dat verschil dat de koopsom niet onmiddellijk wordt betaald. Eigenlijk vertrekt men van de normale verkoopprijs en dan in functie van de leeftijd van de verkoper en dus zijn normale levensverwachting, wordt die prijs omgezet in een maandelijkse of driemaandelijkse of zelfs jaarlijks te betalen som. Nu, in veel gevallen is het zo dat de verkoop op lijfrente niet inhoudt dat alles wordt omgezet in een lijfrente, maar dat er een gedeelte wordt betaald bij het tekenen van de akte en dan de rest wordt omgezet in een lijfrente. Ja, en mensen denken ook wel dat bij een dergelijke formule de verkoper sowieso in het huis kan blijven wonen. Hè? Ja, dat is niet het geval, want ik zeg het is een verkoop zoals een andere. Dus eigenlijk op het ogenblik van het tekenen van de akte zal de koper in het genot treden van het goed. En dus zou hij ook de sleutels moeten overhandigd krijgen. Maar in de praktijk lijkt het nogthans zo, want die formule wordt meestal toegepast door iets oudere mensen. Het is een soort aanvulling op hun pensioen en dan blijven ze er ook effectief wonen. Je hebt gelijk, hè? Dus in de meeste gevallen zal het zo zijn. Maar dan moet de verkoper er ook wel rekening mee houden dat hij minder zal krijgen dan wat de normale verkoopprijs is. Hè? Want langs de ene kant heb je de koper. Die koopt iets waar dat hij dan, zolang dat de verkoper leeft, eigenlijk geen enkel inkomen uit heeft. Anderzijds heb je dan de verkoper die minder krijgt. Je zou dat natuurlijk kunnen oplossen door te zeggen, we gaan aan de verkoper een levenslange huur toestaan. En dan krijgt de koper wel een inkomen, maar langs de andere kant de verkoper moet dan een gedeelte van zijn lijfrente afstaan. Dus dat lost niet veel op. Nu, hoe gebeurt het dan wel in de praktijk meestal? Wel, omdat men in de praktijk effectief in zo'n geval eigenlijk enkel de naakte eigendom zal verkopen. De verkoper zal zich het levenslang vruchtgebruik voorbehouden, maar dus wetende dat hij op die manier minder krijgt dan de normale verkoopwaarde. Ja, je moet ook rekening houden met de kosten, want een huis, er is altijd wel iets aan de hand. Wie draait daar dan voor op? Ja, de wet is daar zeer duidelijk in. Hè. De vruchtgebruiker moet dan verder alle kosten blijven betalen met uitzondering van volledige dragende muren en daken die moeten vervangen worden. Ook de onroerende voorheffing, dat zal verder bij de verkoper blijven. Is er een alternatief? Ja, men zou kunnen denken aan een recht van bewoning, want dat is persoonlijk. Maar voor het overige is het tussen de verkoper en de koper vrij om elke overeenkomst op te maken die afwijkt van de wettelijke regeling. Dankjewel, notaris Mark Sobrie. Zo, dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.